Nee! Hoi. Jezus, Lisanne, wat is er aan de hand? Hoi allemaal. Waarom heb ik dit altijd? Dan zeg ik hoi en dan weet ik even niet meer wat ik wilde zeggen. Anders moet ik het elke keer opnieuw doen of knippen. Daar heb ik toch geen zin in. Maar, nee hoor. Hoi allemaal. Ga ik weer. Misschien moet ik eerst bedenken wat ik ga zeggen. Oh ja. Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben nu thuis. Laura is niet hier. Wow. Dit lijkt bijna hetzelfde kleurtje. Dat zie ik nu pas. Oké, het is helemaal niet dezelfde kleur. Op camera lijkt het een beetje zo. Misschien niet op beeld straks, maar maakt niet uit. We gaan een nieuwe vlog voor jullie, dus welkom. We gaan een nieuwe vlog voor jullie. Jezus, Lisanne, wat is er aan de hand? Is het maandag of zo? Welkom bij een nieuwe vlog. We gaan weer beginnen aan een nieuwe week. Ja, top, doeg. Geintje natuurlijk. Het is mijn eerste trainingsweek eigenlijk. Ik heb nu 4 weken niks gedaan. Ik mag vandaag spinnen. Als ik ergens een hekel aan heb, is het fietsen. Maar ja, het is niet anders. Dat mag ik doen, dus ik ga dat lekker doen. Ik ga met Ilse, dus dat wordt heus wel leuk. En ondertussen alvast het eten voor vanavond aan het maken. Dat is een aardappels. Die ga ik vanavond stampen en ik ga zuurkoolschoten maken. Ja, ik vind dat echt heel lekker. Waarschijnlijk vinden heel veel mensen dat niet lekker, maar ik wel. Maar ik moet zeggen, het voelt wel goed om weer gewoon... Ja, je kan het niet zo goed zien, maar het voelt wel goed om gewoon weer sportkleding aan te hebben. Ik zit dus op de bank en ik heb het echt al heel erg koud. Ik bedenk me nu dat ik zeg ik heb het koud en het raam staat ook gewoon open. Dus dat is niet handig. Maar chille truien zijn ook wel een goed idee. Want echt 4 weken stil zitten is echt niks voor mij. Hè? Dus ja. Gaan we. Hallo, ging het? Goed hoor. Ja? Je hebt gewoon is. Piep en die armen. Ja, maar hij doet alle oefeningen voor je armen achter elkaar. Oh. Dat is zo kut. Nou, daar gaan we jongens. Daar is Ilse. Gaan we even lekker spinnen. Ik heb dit dus echt nog nooit gedaan. Mooi. Nou, ik hoop het. We gaan het zien. Nou, de fiets. Ik ga wel niks af. Maar die voel je hè? Koos, ben je klaar voor de berg, hè? Ja? Ja. Ik ben kapot, jongens. Ilse heeft me kapot gemaakt. Ze deed het. Oh, wat erg. En nu heb ik echt honger. Ja, inderdaad. Ja, ik heb bewijs ook. 20 kilometer, toch? Ja. 20 kilometer gefietst. Ongelooflijk. Hey, daar ben je. Nou ja, hé, hey, grappies. Echt van binnen, niet elke dag. Nee. We gaan even trainen. En Lisanne die gaat even op een spinner staan of zo. Hoe heet zo'n ding ook weer? Een fiets. Ze gaat spinning doen. Het heet de fiets. Acrobatiek op de fiets. Ik ga dat niet doen, dat ga ik morgen doen. Ik ga straks kracht. Ga je morgen acrobatiek op een fiets doen? Ja? Ik denk het niet, hè? Handstand doen, dan eraf springen en dan kijken hoe je kan landen en zo. Op een fiets die stilstaat. Ja. Oh, ja. Dat is toch handig. Je gaat. Wat ga je doen eigenlijk? Dude, ik zeg dat net. Fietsen? Dit is dus wat er altijd gebeurt. Ik vertel dingen, hij onthoudt niks. En? Je gaat fietsen en nog iets doen. Kracht. Dat heb je nog niet verteld, toch? Wel, en circuit. Ga je kracht, circuit en fietsen? Ja. Chill, hè? Voor de tweede dag weer met trainen. Ja. Gelijk 3 trainingen. Ga gelijk volle bak. Nice. Nou ja, goed, en ik moet met slee rennen. Leuk! Oh ja, PewDiePie is rank 1 geworden vandaag. Bang, bang! Moet je wel erop zetten, PewDiePie is rank 1 geworden. Het is fucking epic gebeurtenis. Pas je voor. Hier ga ik beginnen. Hello, I am the Again Man, and today I predict the Again. Look at this picture of the land map.
Oh, 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 vlak bij de sea. It's kind of frisjes. And is there gonna be any sun? And there's gonna be a lot of sun. It's and the sun is not happy today. No? No, he has a sad face. Yes. We paint a sad face on the sun. Nice. The sun is sad. We like it. We don't like it when the sun is sad. We like it when the sun is sad. Because it's gonna cry and then because it's gonna rain. When the sun is sad, it shines very hard. No. Because he wants to be noticed. Daar gaat uit. Ben ik weer gefietst. 10 minuutjes, hoehoe. Nu ga ik naar de baan. Dus ik zal jullie zoveel wat oefeningen laten zien die ik ga doen. Hallo, wat gaan jullie doen? 12 minuten rennen, jongen. Sowieso, weet ik het zeker? Ja, Laura gaat lekker rennen. Maar ik niet. Nee. Nee. En Bo ook niet. Die zijn nog iets sterk worden. Gaat Sam wel mee? Nee. Hè? Wat zing je voor nummer? Buiging, ja. Wat je nou aan het doen? Echt op eigenlijk gaan lopen. Ik weet niet of dat nou echt. Hallo. Maar ik wil niet zeggen, ik vind dat wel moeilijk om te doen wanneer je zo zit. Ja, maar dat is. Wanneer je zo Hello. Zit, ga je automatisch. Ja, maar dat is ook. Omdat je die band ook vast hebt. Ja. Nee, ik heb hem vandaag niet om. Ja. Mensen. Dus ik denk, moet. Leuk, hè? Ja, komen we met je, Owen. Ja. Stijf. Oren. Leuk hoor. Stijve oren. Ja, ik heb een beetje stijf. Ik heb te hard veel te geluid gehoord. Goed, ze zijn te groot. Zal die wind moeten beter tegenhouden? Je hebt een grote oren, hè? Goed. Stem maar hier, links boven niks. Je hebt een grotere oren. Dat is aan de hoofd. Blauw, hè? Ja, we zijn op. Ik wil lekker een banaan in, jongen. Ik ben zo blij. Je bent nu al klaar. Ja. Dan mag je lang wachten. Jongen, zin in. En werk nou. Hey. Gisteren naar die test geweest. Oh, leuk. Dat is wel nodig. Heb ik zo een mooie act shape, Lisa? Hè? Heb ik zo een mooie act shape? Ja. Echt een goede taille dit. Een beetje een wespentaille. Leuk. Ja? Ja, ik vind het heel schattig. Ja. Dat is toch niet goed? Dat is niet meer doen. Goedemorgen. Het is vandaag. Woensdag en ik ga weer spinnen met Niels. Nu is mijn meiden op aan, nu gaan naar de opvang. Dus even kijken of ze met me in de auto durven. Ga je de deur open doen? Hey! Hey! Ga maar zitten. Een mooie auto. Een mooie auto. Oké. Okay. Ja. Zit je goed? Oké, ik doe hem nu dicht, hè? Zit ze, hoor. Hoi. Ja, ik ook. Wil je het al opeten of nog niet? We zijn er. Maar waar zijn we dan, ho? We zijn bij Main Energy. Ja, Main Energy. We hebben dus net lekker gegeten en nu gaan wij naar Main.
En zoals jullie weten is dat onze sponsor. Hey. Dus we gaan even babbelen. Hey, outfit joh. Hey. Hey. Ga je mond. Het is wel bij rood. Vandaag is rood. Ik ben weer thuis van Maine. En even wat plannen gemaakt wat we gaan doen. En ik moet zo trainen. Kracht doen. Dus ik ga nu even snel wat eten. Eieren maken. Rijstwafel met hummus en een koffietje. Jongens, ik mes met mijn auto. Kijk eens. Outfitje is helemaal op de auto aangepast. Ik ben eigenlijk al 40 minuten te laat. Ja. Toen ik thuis kwam, moest ik eigenlijk beginnen met trainen. Dus dat gaat niet, hè? Dus nu snel gewoon naar trias. Heb je dit even voor me gemaakt, man? Ja, lief, hè? Lekker hoor. Kom je thuis en dan ligt dit op je tafel. Ik heb wel echt honger ook. Dus dat komt goed uit. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik kom er naar beneden. Ik heb me trouwens verslapen voor school, dus dat is top. Ik verslaap me nooit! Ik ook niet! Ik verslaap me nooit! Ik ook niet! Nooit! Ik heb me nog nooit verslapen. Ik ook niet! Maar ik kom beneden en kijk eens wat er staat. Allemaal pakketjes van Nike. Ja, dit heb ik dan per ongeluk zelf besteld. Oeps. Maar dit zijn allemaal pakketjes van Nike. Dus dat ga ik even openmaken. Setje nummer 1. We beginnen met de schoenen. Tijd. T-shirt. Set nummer 2. Jasje. Schoentje. Shirtje. En een tijd die reflecteert. Oeh. En als laatst een trui. En nog een trui. En een broek. Thanks Nike. Ik heb meteen even mijn nieuwe trui aangetrokken hoor. Dit wordt denk ik echt mijn favoriete trui voor deze winter, even serieus. Nu snel eten en dan naar de fysio inleiden. Ontbijtje. Kwark met fruit. Nou, ik ben in Leiden. Ik heb net nog even snel even een reepje gehaald bij de Albert Heijn. Want ik ging erover nadenken over wanneer ik weer kon eten. En dat komt over 3 uur en ik had al best wel trek. Oh, dit is ook echt top. Dus even snel naar Albert Heijn voordat ik te laat was. En dit is waar ik naartoe ga. Naar Erik van Putten heet hij. Is manueel therapeut. Daar ga ik meestal 1 keer in de maand naartoe. Maar soms 1 keer in de 2 weken. Hangt er een beetje vanaf of het nodig is, ja of nee. En ik zou ook eigenlijk nu meteen doorrijden naar Joost. Die kennen jullie allemaal. Alleen hij heeft de afspraak afgezegd. Die gaat naar morgen. En naar Joost ga ik meestal... Sowieso elke week. Af en toe zelfs 2 keer in de week. Hangt er een beetje vanaf of het nodig is, ja of nee. Dus ja, zo vaak ga ik ongeveer naar de fysio. En, ik ga snel naar binnen. Ben ik thuis. Waarom is het zo donker, die ding? Ik snap het niet. Dat ik weer mijn god niet weet hoe dit werkt allemaal. Maar ben weer thuis.
even wat eten en nog wat huiswerk maken. En dan gaan we weer trainen. Vanavond loopschimmetje. 12 keer 200. Nice. Hoi. Lauwe, kijk, Laura! Wat moet ik doen, lieverd? Hey! Hoe is het? Goed. Gaat het goed? Ja, dat gaat uit zo. Ga je weer op de ding? Hallo, coach. Ja, nog in één keer goed, hè, hallo, Lisanna. Weer op de druk. Kom op, Bo. You got this. Bo, kom op, laat zien. Heel hard kan je. Ja, hey. 1, 2. Woehoe! Nou, dit is goed zo schattig. Gaat het goed, Lisanna? Moet je nog veel? Goeie vraag. Ik moet nog hips, ik moet nog wang drukken, ik moet nog net groeien, ik moet nog zijn wat je hebt. Decent.